weet is als ze geen spierpijn hebben gehad. Ja, is dat wel waar? Ik hoor vaak van mensen dat ze eindeloos oefeningen blijven rouleren. Want nieuwe oefeningen zijn belangrijk om het lichaam te shockeren. Je moet het lichaam steeds in de war brengen. Cardio, daar heb ik ook veel verhalen over. Dat is goed voor vetverlies. Dus eindeloos veel cardio doen, dat helpt het buikvet te verminderen. En cardio is slecht voor spiergroei, hè? Want van cardio val je af. Dus dat moet je niet doen als je wil aankomen. Nou, de waarheid. Vaak zie je dat te veel, tot eigenlijk alles waar te voor staat, is natuurlijk logischerwijs niet goed. Maar te veel tot falen leidt tot overbelasting, geen ontwikkeling. Dus te veel tot spierpijn of te veel tot verzuring trainen, dat kan juist jouw voortgang heel erg in de weg zitten. Te vaak oefeningen rouleren, dat kan ertoe leiden dat jij die oefening helemaal niet in kan zetten voor het effect dat je wil. Dan ben je eigenlijk alleen maar steeds nieuwe oefeningen aan het aanleren. En dan is dat hetgeen dat je doet, nieuwe oefeningen aanleren. En niet zozeer voortgang boeken als het gaat om spiergroei of vetverlies, of welk fysieke doel je ook hebt. Te lang dezelfde type training inzetten, waardoor je op een gegeven moment geen ruimte meer hebt om te ontwikkelen. Je lichaam heeft dat gewoon uitgespeeld. Te veel oefeningen of sets per spiergroep. Sommige mensen zie ik wel eens 4, 5, 6 oefeningen per spiergroep doen. Nou ja, ik vind het sowieso knap dat mensen dat kunnen, maar op een bepaald punt is die spier toch een keer op, zou je zeggen. Overbelasting leidt dan uiteindelijk ook weer tot geen ontwikkeling. Maar het kan ook zijn dat die oefeningen niet effectief worden uitgevoerd. In ieder geval, het kost je lichaam te veel stress als je te veel doet. Te weinig cardio. Nou, slechte conditie, geen spiergroei. Op het moment dat jij je conditie slecht is, dat betekent het eigenlijk dat je niet goed met voeding en energie om kan gaan. En te veel cardio tijdens een vetverliesfase kan juist tot overbelasting leiden en uiteindelijk juist minder vetverlies als gevolg hebben. Nou, het zijn een paar van die mythes die ik hier eventjes weerleg. Maar eigenlijk deze presentatie gaan we in op hoe wij dan wel training effectief inzetten. Achter al die verhalen die ik hoor zit wel een waarheid. Maar wanneer is dat waar? Het komt er eigenlijk om neer dat we de juiste training kiezen voor de juiste persoon op het juiste moment. En het komt erop neer dus dat we precies zijn met trainingsvariabelen. Welke oefening kies ik? Hoeveel rust neem ik tussen mijn sets door? Hoeveel herhalingen doe ik per set? Dat soort dingen zijn belangrijk als je wil weten. Als je je training effectief wil inzetten. De inhoud van deze webinar. Nou, allereerst wil ik ingaan op de theorie. Dus wat is een training nu precies? Wat doet een training met je lichaam? Vervolgens kijk ik naar hoe je een training effectief inricht. Dus waar moet een training aan voldoen om hem effectief te maken? En als laatste gaan we de praktijk in en kijken we hoe we zo'n workout nu daadwerkelijk voor jou ook effectief maken en dan toegespitst op jouw thuissituatie. Nou, na de theorie, dus na hoofdstuk 1 en 2, wil ik dan ook eventjes een vragenronde doen. Dus je kan je vragen gaandeweg gewoon stellen in de chat. Dan kijk ik naar hoofdstuk 1 en 2 in de chat. En de vragen die relevant zijn daarvoor, die zal ik dan alvast beantwoorden voordat ik de praktijk inga. Oké. Nou, wat doet een training? Als het aankomt op trainen, kan je je lichaam eigenlijk verdelen in drieën. Je hebt je spieren. Nou, je spieren die trekken aan je skelet, dus die bewegen je botten. Dus dat is wat een beweging inhoudt. Dus op het moment dat je een bicep curl maakt, dan trekt jouw biceps aan je onderarm. Daarmee maak je de beweging. Elleboogflexie heet dat, buig van je elleboog. Maar dat gebeurt vanuit een bepaalde besturing. En de besturing komt vanuit je brein en je centrale zenuwstelsel. En dat is de generaal. Dus op het moment dat jij je spieren die je skelet beweegt ziet als soldaten, dan is je brein en centrale zenuwstelsel de generaal. En dan heb je als derde nog het systeem. Eigenlijk is dat het energiesysteem of metabolische systeem. En die regelt dan de aanvoer van energie om die beweging te kunnen supporten. En de afvoer van afvalstoffen die vrijkomen bij het bewegen. Dus je kan het mee zien, de spieren zijn een leger van soldaten. Dan heb je je centrale zenuwstelsel die bestuurt dat leger. Dat is dan de generaal. En dan heb je de logistiek van het leger. Dat is eigenlijk de distributie van energie. En de afvoer en verwerking van afvalstoffen. En het gaat dan ook om zuurstof. Vanuit je longen, energie vanuit je bloedbaan richting de spieren. En dan de afvoer van koolstofdioxide en van afvalstoffen die dan vervolgens verwerkt worden door de lever. Het effect van een training, dus op het moment dat jij dat hele leger eigenlijk van spieren aan het werk zet,
dan heeft dat een bepaalde belasting. Dus jij gaat trainen en die belasting die is ofwel een energieuitputting. Er vindt altijd wat energieuitputting plaats. Niets is voor niets in de biologie. Dus alles wat doet, wat beweegt, dat kost energie. En met name dan op het gebied waar je op dat moment tekort komt. Dus op het moment dat jij een uitdagende training doet, dan zal dat ergens meer energie of veel energie kosten op het gebied waar je op dat moment nog niet zo goed op voorbereid bent. Waar je op dat moment nog niet zo goed voor getraind bent. En daarnaast vindt er ook wat schade plaats. Dus op het moment dat jij een training naar een hoger niveau tilt, of dat je jezelf echt uitdaagt, dan zal je lichaam ook wel op dat vlak, zal nog niet zo goed voorbereid zijn, dus wat beschadigd. Dus het is altijd een combinatie van energieuitputting en schade. En alle trainingsbelasting die je doet, dus de training die je doet, dat heeft herstel nodig. Dus het terugladen van energie of het herstellen van de schade, dat is een vorm van stress. En die stress die heeft herstel nodig. Dus een training moet altijd gevolgd worden door herstel om überhaupt de volgende keer weer even goed, al dan niet beter in te gaan. Als we het hebben over energieuitputting, we hebben eigenlijk drie bronnen van energie of drie plekken waar energieuitputting plaatsvindt. Dat gebeurt in de spieren. In je spieren hebben een voorraad energie. Dat gebeurt in je systeem. En als we het hebben over je systeem, als de distributie van energie, de distributie van het leger, dan hebben we het over de lever. De lever heeft een energievoorraad. En dan hebben we het over het zenuwstelsel. En het zenuwstelsel, dat heeft ook een eigen conditie. Dus dat heeft ook een energievoorraad. Nou, op het moment dat je spieren uitputten, dan merk je dat als spierverzuring. En uiteindelijk naar spierfalen, dus de spier die begint te verzuren. Je zal het vast zelf wel ervaren hebben als je bijvoorbeeld een oefening, zo'n leg extensie doet. Op een gegeven moment beginnen die beenstrekspieren te verzuren. En dat volgt al heel snel door spierfalen. Je kan de beweging niet meer afmaken. Dan heb je je systeem wat uitput. Nou, in principe, als je systeem uitput, merk je dat. Je merkt natuurlijk niet verzuring in je lever. Dat is iets wat je lichamelijk ervaart. Dus je lichaam put uit. Nou, meestal is dat haaien of je kan gewoon de beweging niet meer maken. Maar op een bepaald punt, op het moment dat je echt die lever flink uitgeput hebt, of eigenlijk dat je die lever heel hard laat werken, dan resulteert dat in een misselijkheid of een duizeligheid. Maar goed, dat zijn niet per se de trainingseffecten waarvoor we trainen. Meestal stop je natuurlijk eerder. En als je zenuwstelsel, de aansturing vanuit je brein, faalt, uitgeput raakt, dan merk je dat allereerst in krachtafname. En je bent niet meer in staat om de oefening uit te voeren, of zo zwaar uit te voeren als dat je deed. En gaandeweg ga je ook trillen. Dus die beweging kan je ook steeds minder goed coördineren. Nou. Schade die plaatsvindt, dus de mechanische schade die plaatsvindt, dat is dan alleen in de spieren. En met spieren beschadigd kunnen ze natuurlijk minder goed functioneren. Uiteindelijk is dat dan spierfalen. Resulteert na een training in spierpijn. We hebben dus vier effecten, grofweg vier effecten waarvoor we trainen. Dus ofwel die plaatsvinden tijdens een training in meer of mindere mate. Spieruitputting, systemische uitputting, uitputting van het zenuwstelsel of spierschade. En wij programmeren specifiek met deze effecten voor een bepaald een stimulus in je lichaam. Dus we combineren eigenlijk, of we trainen specifiek voor een van die vier, of een combinatie van die vier trainingseffecten. En combineren dat met voeding. Dus een calorietekort of een calorieoverschot of bepaalde macronutriënten. Dus veel of veel eiwitten of veel koolhydraten. En uiteindelijk resulteert dat tot een bepaald resultaat in je lichaam. Dus vetverlies of een betere conditie of meer spier. Nou, dus die trainingseffecten, dat is eigenlijk heel belangrijk om te onthouden. Daar gaat deze presentatie ook over. Hoe kunnen we nou specifiek programmeren om zo'n trainingseffect te optimaliseren? Het trainingseffect dat we willen te optimaliseren. Nou, allereerst, hoe kies je nou de juiste trainingsstimulus voor jouw doel? Je hebt er dus vier hebben we er net gehad. Maar wat werkt nou voor jou het beste? Je hoeft ze niet alle vier te doen. Ik kom er zelfs later op terug dat het absoluut niet goed is om ze alle vier tegelijk te doen. Maar welke kies je dan wel? Nou, ik heb even een paar voorbeelden. Even kijken. Nou, allereerst, je hoort vaak mensen die zeggen, ik wil slanker worden. Nou, coaches onder ons, die zullen dat vast wel weten. Mensen komen binnen met een bepaald doel. En dat doel is nog niet bepaald een concreet doel. Dus slank lichaam, beach body. Ik wil beter worden in rugby. Ik wil een fittere vader zijn.
Dat is geen concreet doel, daar kan je nog niet veel mee. Dus als we even kijken naar het slanke lichaam. Wat moet er gebeuren om een lichaam slanker te krijgen? Nou, logischerwijs is dat vetverlies. Er kunnen nog meer doelen aan gekoppeld worden, maar laat het even simpel houden. Slank lichaam, vetverlies. Beachbody, nou, ik weet niet welk beachbody jij voor ogen hebt, maar dat kan goed betekenen dat er grotere spieren moeten komen. Je wil beter worden in rugby? Nou, wellicht meer kracht in je benen. Een fittere vader, een beter uithoudingsvermogen om achter je kinderen aan te kunnen rennen in de speeltuin, noem maar wat. Maar goed, om dan naar een trainingsstimulus te komen, dan hebben we hier ook nog niet veel aan. Wat is er nodig om daadwerkelijk het trainingsdoel te bewerkstelligen? Hè? Wat heb je nodig voor vetverlies? Een hele belangrijke voor vetverlies is een betere spierconditie. Op het moment dat jouw spieren beter in staat zijn om met energie om te gaan, dan kan je dus eigenlijk je lichaam beter leren om vet te verbranden. Als je dat combineert met een energietekort, dan til je vetverbranding naar een hoger niveau. Wil je grotere spieren, dan zou jouw training spiergroei moeten stimuleren. Wil je meer kracht in je benen, dan zou jouw training een maximale kracht moeten verbeteren. Dus zou je training moeten focussen op het verbeteren van maximale kracht. Wil je een beter uithoudingsvermogen, wil je een betere conditie hebben om achter je kinderen aan te kunnen rennen? Nou, dan is systemische conditie, dus de distributie van energie op lichamelijk, op systemisch niveau, belangrijk. Als laatste linken we dan die dat trainingsdoel, zeg maar, aan een trainingsstimulus, dus aan een trainingseffect. Een betere spierconditie. Nou, hoe krijg je een spier die beter om leert gaan met energie? Nou, dat doe je door een spier eerst uit te putten en dan zich te laten realiseren dat hij nu niet toereikende hoeveelheid energie bij zich voorradig had. Dus eigenlijk stimuleren om de volgende keer beter voorbereid te zijn, zodat hij langer door kan gaan en een betere conditie heeft. Nou, hoe stimuleer je de spiergroei? Dat doe je door een spier te beschadigen en de spier eigenlijk te laten realiseren dat hij nu niet groot, dik genoeg is om de hoeveelheid krachten die hij tijdens zo'n training ondergaat aan te kunnen. Dus de volgende keer moet hij groter, sterker terugkomen. Hoe stimuleer je maximale kracht? Nou, dat doe je door die generaal de aansturing eerst uit te putten en hard op zijn donder te geven, zodat hij de volgende keer effectiever te werk gaat, sterker is, beter is in die beweging. Systemische conditie. Nou, hetzelfde verhaal als bij de spier, alleen je put nu de lever of het systeem uit. Even kijken. Dan hebben we weer het tweede onderdeel. Wat maakt een training effectief? Het belangrijkste voor een effectieve training is jouw vermogen om te herstellen van die training. En dus zoals ik net al zei, een training levert een hoeveelheid stress op en alle stress moet je van herstellen. Niets gaat voor niets in de biologie, dus alles wat je doet kost energie, kost stress en heeft herstel nodig. Op het moment dat je meer stress toedoet aan je lichaam dan dat je van kan herstellen, dan graaf je eigenlijk een dieper gat dan dat, ja, dan dat je bovenuit kan komen. Dus dan netto resultaat is op zijn best dat je niet vooruit komt, maar op zijn slechtst dat je zelfs uitlaat op het moment dat je een training te stressvol inzet. Ja, dus een training die je inzet moet minder zwaar zijn dan jouw maximale herstelvermogen. Nou, de ondergrens of de bovengrens wordt dus aangegeven door het maximale herstelvermogen. Hè, dat is de blauwe balk. Maar jouw training heeft wel een hoeveelheid stress nodig om überhaupt wat te stimuleren. Anders zou je net zo goed thuis kunnen blijven en wachten tot je groter wordt of vet verliest. Dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Ja, dus je moet wel wat doen. Hè. Stress is wel noodzakelijk om überhaupt te stimuleren. Nou, je hebt dus een ondergrens voor de minimale hoeveelheid stress die nodig is om te stimuleren. Nou, van al die trainingseffecten hebben we een eigen grafiekje eigenlijk. Iedere trainingstress heeft een bepaalde ondergrens en iedere trainingseffect heeft een bepaalde bovengrens. Nou, voor een effectief trainingseffect kies je dus eigenlijk een grafiekje waarbij het trainingseffect heel makkelijk te bewerkstelligen is, dus waarbij er heel weinig stress nodig is om te stimuleren. Nou, en het oranje balkje, hoe lager die is, hoe beter eigenlijk. En kies je een trainingseffect waarvan jouw herstelvermogen maximaal is. Dus helemaal aan die bovengrens een stuk hoger ligt dan de ondergrens. En dat betekent, dat geef ik hier aan die pijl, de trainbaarheid. Op het moment dat die, hoe groter die is, hoe effectiever een training kan zijn. Hoe meer progressie daar mogelijk is. Dus hoe minder stress je nodig hebt voor het maximale resultaat. Aan de andere kant heb je natuurlijk een ineffectieve training die dat niet heeft. Dus een trainingseffect dat heel dicht bij jouw maximale, dus de benodigde stress ligt heel dicht bij jouw maximale stress om van te herstellen.
En dan heb je dus helemaal, dus eigenlijk helemaal geen progressie nodig, mogelijk. En heb je maximale stress nodig voor minimaal resultaat. Nou, het ding is, naarmate je langer traint voor een trainingseffect, neemt jouw vermogen om te herstellen daarvan af, terwijl jouw de moeite die je moet doen om de om te stimuleren neemt toe. Dus die oranje balk die groeit, terwijl de blauwe balk slinkt. Dus hoe langer jij traint voor hetzelfde effect, hoe minder trainbaar zo'n effect wordt. Hoe stressvoller die wordt en hoe minder effect je eruit haalt. Dus allereerst, te lang trainen voor één trainingseffect, dat is niet wat we doen. Dat is absoluut slecht. En dan komen we eigenlijk bij het eerste onderdeel van, of eigenlijk het eerste belang van personal coaching. Wij kijken eigenlijk wat voor jou werkt en waarom het vooral voor jou niet werkt. Dus we kiezen de juiste training om het meeste effect uit te halen. Nou, het switchen van training tot training, van trainingseffect tot trainingseffect, doe je eigenlijk het beste op het moment dat je, ik maak het even makkelijk voor jullie, door iets te doen. Dus de switchen van een training die compleet aan de andere kant van het spectrum bevindt. Dus je hebt een maximale uitputting aan de ene kant en je hebt maximale kracht aan de andere kant. Dus lange sets met korte rust, dus heel veel uitputting, heel veel verzuring. Dat is helemaal in het oranje vlak. En dan juist de korte sets met een lange rust, waarbij je dus eigenlijk alleen maar focust op hele zware sets, maar jezelf heel veel rust geeft om te herstellen. Dat is het tegenovergestelde daarvan. Dus het beste is eigenlijk om steeds twee trainingen af te wisselen, dus twee fases af te wisselen, die tegenover elkaar staan. In dit geval dus maximale kracht af te wisselen voor maximale uitputting. Ik heb even een paar voorbeelden uitgewerkt. Twee voorbeelden, eentje voor vetverlies en zo komt er een voor, of twee voor spiergroei. Idealiter gebruik je een conditietraining om aan vetverlies te werken. En dat is duidelijk. Hoe beter de conditie is, hoe beter jouw vermogen om met energie om te gaan. En als je het combineert met een calorietekort, dan verbrand je vet. Maar op het moment dat je dat voor, weet ik veel, 20 weken achter elkaar doet, dan op een gegeven moment raakt je lichaam overbelast van de hoeveelheid stress die het moet hebben om nog te stimuleren. En dan draait het principe zich weer om. Je metabolisme keldert en je gaat gewoon minder effectief met die energie om, waardoor je op den duur geen vet meer verbruikt. Dus heb je een soort deload nodig. Je hebt een moment nodig om te herstellen van die trainingstress. Dus kies je voor een groene fase, in dit geval maximale kracht. In de onderste voorbeeld voor een spiergroeifase. En die spiergroeifase die focust zich ook op, is meer een krachtgebaseerde spiergroeifase. Voorbeeld voor spiergroei precies hetzelfde, alleen andersom. Hier leggen we de hoofdmoot natuurlijk in het groene vlak, dus veel meer kracht gebaseerd. Maar wisselen we af met conditiefase. Deze twee dingen kan je opslaan, of even een screenshot van maken. Dan zou je daar zelf mee aan de slag kunnen, zeker met de voorbeelden die ik zo gegeven aan het einde. Zijn er tot zover vragen, vraag ik me af. Want ik kan me voorstellen dat dit allemaal vrij complex was. En omdat ik een heel breed publiek heb, wil ik eigenlijk even weten waar we nu staan. Is het allemaal duidelijk tot nu toe? Of zijn er dingen die jullie waar jullie tot nu toe vragen over hebben? Ik zie geen vragen in de chat. Mooi zo, Bart. Dan ga ik verder met concrete voorbeelden. Hoe maak je nou je workout effectief? Zoals ik net al zei, je wil dus focussen op de trainingstimulus die je op dat moment hebt gekozen. Je wil niet, absoluut niet te veel trainingstimuli, want op het moment dat jij te veel trainingstress in één workout gooit, dan kan je daar helemaal niet van herstellen. Dus we proberen onze training eigenlijk te focussen op alleen de stimulus die je wil, maar juist niet op de trainingstress die je niet wil. Want alleen op dat moment kan je met minimale stress maximaal resultaat boeken en kan je ook zo lang mogelijk door blijven gaan. Heb je heel veel ruimte om nog progressie te kunnen boeken. Nou, wat we doen is, we sturen nauwkeurig met trainingsvariabelen. Trainingsvariabelen zijn hoeveel spiergroepen doe je per keer, wat is je trainingssplit. Welke oefeningen kiezen we? Pakken we een complexe oefening zoals een squat of pakken we een isolatieoefening zoals een leg extension? Met welk tempo voer je de herhaling uit? Is het explosief?
focust die zich op aanspannen, focust die zich op de stretch. Hoeveel herhalingen doe je per set? Zodat focus je set meer op kracht en zit je aan de korte setkant. Dus pak je meer richting 4 tot 6 herhalingen. Of pak je juist uitputtende sets meer richting de 20 herhalingen. Hoeveel sets doe je? Hoe zien jouw sets eruit? Hoeveel sets ga je tot falen? De rustintervallen tussendoor. Is dat een korte rustinterval of is dat juist een complete rustinterval? Geef je jezelf de tijd om te herstellen van set tot set? Nou, allemaal vragen. Klinkt nu redelijk complex. Ik ga ze proberen van per trainingsvariabele toe te lichten. En vervolgens geef ik dan ook voorbeelden om thuis mee aan de slag te kunnen. Nou, als we het hebben over de trainingssplit, dan hebben we het over hoeveel spiergroepen je per keer traint en hoe vaak je zo'n spiergroep per week traint. Nou, hoe meer spiergroepen je per keer gebruikt, hoe meer energie zo'n training verbruikt. Nou, dat hebben we dus een systemisch effect. Hè, want hoe meer spiergroepen je tegelijkertijd moet bedienen, hoe harder jouw systeem moet werken om dat te kunnen doen. Als je meer spiergroepen per keer bedient, dan kan je dus minder de focus leggen op individuele spiergroepen. Dus de belasting per spier wordt minder groot. Dat betekent dus dat je vaker per week kan trainen op het moment dat je meer spiergroepen per keer doet. Dus als we het hebben over een full body of een half body workout, dan kan je dat in de regel vaker per week doen. Nou, als we het even toespitsen op de trainingseffecten die ik net noemde, dan hebben we spierconditie. Spierconditie traint zich puur op het uitputten en niet op de schade. Dus heeft weinig herstel nodig en kan je vaker per week doen. Nou, als we het hebben over systemische conditie, precies hetzelfde. Ook weinig schade, helemaal omdat je minder focust op spieren op zich, maar meer op jouw systeem algeheel. Dus je focust je minder op de soldaten, maar meer op de distributie in dit geval. Heeft ook relatief weinig herstel nodig, kan je ook vaker per week doen. Als we het hebben over spiergroei, dan focussen we ons juist op het beschadigen van die individuele soldaten. En die hebben tijd nodig om te herstellen. Dus dat kan minder vaak per week. Als we het hebben over maximale kracht, dan hebben we nog een derde component. Uitputting van het zenuwstelsel, dat heeft juist heel lang nodig om te herstellen. Dus dan train je ook iedere individuele spiergroep of beweging, zoals squats of deadlifts. Je kan ook maximale kracht trainen op specifieke oefeningen. Train je dan minder vaak per week. Nog meer toegespitst. Spierconditie. Zitten we op een half body? Kan een keer een derde body zijn voor een meer gevorderd persoon? Systemische conditie. Meestal full body tot een half body. Spiergroei. Een derde body tot een vierde body. Kan ook een half body zijn voor mensen, voor beginners. Ook als je minder vaak per week traint. Maximale kracht in de regel een derde tot een 1/4 body. Kan ook 1/5 body zijn voor extreem gevorderde personen. Nou, komen we vervolgens aan bij de oefeningsselectie. Als we kijken naar een oefening, dan vraag je jezelf af, vraag ik mezelf af, waar de oefening het zwaarst is. Waar focust de oefening zich op? Is dat op het volledig aanspannen van de spier? Of is dat op het volledig strekken van de spier? Of is die juist in het midden het zwaarst? In de regel, als je een spier volledig aanspant, dan vraagt die spier het meeste energie. Dus dat kost het meeste energie. Dus focus je bij een volledig aangespannen oefening op energieverbruik. Op het moment dat de spier volledig uitgerekt is, dus denk maar op een elastiek dat je volledig uitrekt, dan beschadigt die het makkelijkst. Dus op het moment dat een oefening zich focust op de stretch, dan richt je je juist meer op schade. In de regel is een spiergroep het sterkst in het midden van de beweging. Dus op het moment dat je een oefening hebt die in het midden van de beweging het zwaarst is, dan zou je het meeste gewicht kunnen verplaatsen. Hoe complex is zo'n oefening? Het houdt eigenlijk in hoeveel spiergroepen zo'n oefening per keer traint. Hoeveel gewrichten, hoe complex is die beweging? Neem even voorbeeld, de leg extension is helemaal niet complex. Dat is een isolatieoefening, want hij focust zich alleen op het strekken en buigen van de knie. Maar als je kijkt naar een andere beenoefening, zoals een squat, die is super complex, omdat je daar je heupgewicht, je kniegewicht, je enkelgewicht, zelfs je wervelkolom moet stabiliseren. Dus over het algemeen is een squat of een leg extension, hoewel ze beide benen trainen, zijn het compleet andere oefeningen als het gaat om complexiteit. Dus ik zal uitleggen waarom dat belangrijk is. Hoe stabiel is een oefening? Dus hoe goed ben jij in staat om spieren op spanning te houden tijdens die oefening? Of in hoeverre is die oefening echt puur en alleen geschikt voor jou als stabilisatieoefening? Om te leren stabiliseren. Zoals je bijvoorbeeld een lunge neemt, een redelijk instabiele oefening ten opzichte van een leg press, een hele stabiele oefening. Of een leg extension, nog stabieler. Moet je een dumbbell, cable, een barbell of bodyweight gebruiken? Nou, eigenlijk, als het daarom gaat, hangt het eigenlijk af
van al die factoren die ik hierboven benoemde. Er is niet zoiets als dumbbells zijn beter dan barbells of dumbbells zijn beter dan kabels of machines. Dat hangt helemaal af van het doel. En dat ga ik zo verder toelichten. Nou, we hebben natuurlijk geen... Nou, als we kijken per stimulus of per trainingseffect, dan bij spierconditie pak je oefeningen die isoleren. Dus die zich puur en alleen op de spier focussen. Want je wil een spier uitputten, dus wil je niet te veel de spanning overlaten naar andere spieren. Dus een leg extension in dit geval is veel beter dan een squat. Daarnaast wil je dat de oefening zich focust op de aangespannen positie. Ook in dit geval is dus de leg extension beter dan een squat. Leg extension is bovenaan erg zwaar, terwijl een squat juist onderaan erg zwaar is. Meer focust op de stretch. Als we het hebben over systemische conditie, dan wil je juist dat er heel veel spieren tegelijkertijd aan het werk gaan. Een squat is in dit geval juist beter dan een leg extension. Als het gaat over spiergroei, dan pak je een oefening waar je heel zwaar kan trainen. Je wil die spieren, de leger van soldaten, hard laten werken. Eigenlijk harder dan ze aan kunnen. Waardoor ze dus gestimuleerd worden of beschadigen. En daarmee gestimuleerd worden om te groeien. Dus we pakken juist een oefening die de spier in staat stelt om heel zwaar en hard te werken. Het liefst pak je dan een oefening die juist wat stabieler is. Want anders faal je op coördinatie en val je eerder om dan dat je de spier zwaar laat. En daarnaast wil je bij zo'n oefening ook focussen op de gestrekte positie. Dus de spier helemaal oprekken om extra schade te bewerkstelligen. Als het gaat om maximale kracht, lijkt een beetje op spiergroei, hè, want we zetten kracht ook in voor spiergroei. Pakken we ook een oefening die je zwaar kan pakken. Dus niet te zwaar bovenin is, hè, want daar ben je het zwakst, kost het meeste energie, maar ben je juist het zwakst. Dus je pakt liever een oefening die zich focust op de midden en op de verlengde positie. Het moet een stabiele oefening zijn, maar dat hangt natuurlijk ook af van wat jouw doel is. Dus op het moment dat je een powerlifter bent en je wilt trainen voor deadlifts, dan kan je wel een leg press doen, maar dan wil je in ieder geval die deadlift in jouw programma hebben om sterker in te worden. Wat thuisoefeningen. De eerste oefening, een band leg extension. Band leg extension is heel goed om spieren te verzuren, om spieren uit te putten. Voor spierconditie eigenlijk een hele effectieve oefening. En je kan hem zwaarder maken door hem dubbel te banden. De tweede oefening geeft een lunge weer, waarbij die combineer met een medial delt raise. Dus ik pak hier een hele grote hoeveelheid spieren in één oefening. Nou, het is al lang niet meer zo geïsoleerd, want ik faal hier echt op hijgen en helemaal niet meer op spierverzuring. Dus de oefening op zich is niet super zwaar voor mijn benen, maar is wel heel zwaar voor mijn lichaam. Dan heb ik de derde oefening en de vierde oefening. Dat zijn eigenlijk wat meer krachtgebaseerde oefeningen. Ik probeer in de pistol squat, zoals je ziet, mijn hele lichaamsgewicht op één been te plaatsen. Natuurlijk hang ik ook aan de bands ter ondersteuning. Maar de belasting op mijn quadriceps in de derde oefening is best wel heel zwaar. En kan ik dus op zich heel goed gebruiken voor spiergroei of voor maximale kracht. En de vierde oefening gaat nog een stukje verder. Probeer deze positie maar eens uit. Je voelt dat je quads helemaal oprekken en daarmee een gigantisch effect hebben op spierschade. Nou, kijken we naar bilspieroefeningen. De eerste oefening focust zich weer op het volledig verkorten van de spier, volledig aanspannen. Dus echt een isolatie, voor zover je billen kan isoleren, een isolatieoefening. Oefening waarbij je echt de bilspier verzuurt en volledig uitput. De tweede oefening is weer zo'n systemische oefening. Een uitputting vindt nog steeds wel wat plaats in de bilspieren, maar wordt hier ook gecombineerd met een rugoefening. Dus die bands die roei ik naar me toe. Tegelijkertijd train ik allerlei rugspieren en armspieren. Dus mijn systeem heeft hier gewoon een hele zware taak aan om deze oefening te voorzien van energie. De derde oefening, een squat. Nou, een bodyweight squat in dit geval. Waarbij ik een stabiele oefening waarbij ik meer focus op de stretch. Zou ik kunnen gebruiken voor spiergroei. Zeker als ik hem combineer met wat gewichten of bepaalde supersets. Wat ik kan doen is bijvoorbeeld partials onderin. Dus me echt halve herhalingen onderin maken. Zodat ik me nog meer focus op de gestrekte positie. Ik zal zo bij tempo uitleggen hoe we dat nog verder kunnen doen. Borstspieren. Nou, eerste oefening, de band fly. Focus zich op het aanspannen van de spier. Je kan hem nog meer baseren op het aanspannen door hem eigenlijk helemaal hier te laten komen en dan elastiek vanaf buiten te laten trekken. Deze trekt nog relatief naar achter toe, maar kan ook nog een wijdere kabel of een band gebruiken.
Nou, de tweede oefening geeft weer zo'n systemische conditieoefening weer, waarbij ik dus de press combineer met de squat, dus heel veel spieren tegelijkertijd aan het werk. Nou, de derde oefening, een vorm van een push-up, in dit geval met bands. Een redelijk stabiele oefening, redelijk zwaar in de verlengde positie. En de vierde oefening gaat nog verder, die maakt hem nog zwaarder in de verlengde positie. Deze oefeningen zijn ideaal te gebruiken voor spiergroei. Nou, voor rug. Rug is altijd een lastige thuis. Ik wil overigens verwijzen naar de Facebookpagina. Daar hebben we al deze video's, er komen video's over hoe jij wanneer welke oefening kiest, hoe jij oefeningen wisselt met andere oefeningen, mocht je bepaalde attributen niet voor anderen hebben. Op YouTube ook. Dus we hebben gewoon echt een gigantische hoeveelheid video's opgenomen, waarbij we ja, op allerlei manieren alle spiergroepen thuis toch wel kunnen belasten. Soms zitten er best wel fancy manieren tussen, zoals de eerste oefening met band. De band belast eigenlijk de lats in de korte, volledig aangespannen positie. Dus focust zich op verzuren en op uitputten. De tweede oefening is plank row, waarbij je dus echt je hele systeem, je hele stabilisatie gebruikt om die oefening uit te voeren. Dus meer dan alleen je rugspieren, buikspieren, beenspieren, eigenlijk alles is aan het werk om mijn lichaam stabiel te houden. Dus vraagt meer van mijn systeem. De derde en de vierde oefeningen zijn wat zwaardere oefeningen die zich focussen op het zwaar belasten van de spier. Maar wat ik ook kan doen, is bijvoorbeeld oefening 1, de band, combineren met een oefening 3. Dus eerst volledig uitputten met die band. En daarna, omdat die spier dus al uitgeput is, een oefening inzetten die eigenlijk, stel de oefening 3 zou jij uit kunnen voeren bij bijvoorbeeld een tafelrand of een aanrechte rand. Dat kan best zijn dat als je sterk bent, dat die oefening te licht is voor jou om een spier goed te belasten voor spiergroei. En op het moment dat je oefening 1 nou inzet om die spier vooraf uit te putten, en dan vervolgens oefening 3 om jouw spiergroeitraining te stimuleren, dan heb je samen een hele goede oefening om echt te stimuleren voor spiergroei. Ook dat soort video's waarin we dat soort principes uitleggen komen op Facebook en op YouTube. Goed, tempo. Nou, tempo is een heel belangrijke, maar heel erg onderschatte trainingsvariabele. Eigenlijk tempo en oefeningsselectie zijn een beetje hetzelfde, want tempo bepaalt eigenlijk waar jij de focus legt. Focus je op het aanspannen van de beweging, focus je op het strekken van de beweging, focus je op de beweging zelf. Nou, tempo matcht met de oefening door te kijken waar die oefening het zwaarst is. Dus is die oefening bovenaan het zwaarst, nou, dan kan je tempo nog een keertje daarop nog verder op laten focussen door nog een keer een seconde extra bovenaan aan te spannen. Dus denk maar aan een leg extension die je bovenaan een seconde vasthoudt. Je zal merken dat je bovenaan veel sneller verzuurt in zo'n oefening. Maar gebruik je hetzelfde tempo bij een squat, dus een tempo waarbij je bovenaan een seconde aanspant, dan heeft dat het tegenovergestelde effect. Dus bovenaan een squat, dan kan je jezelf wel voorstellen, als je rechtop staat, verbruikt zo'n spier heel weinig energie, dus daar een seconde of twee seconden vasthouden heeft niet zo heel veel zin. En daarbij draai je dat principe juist om en ben je onderaan een seconde stil op het moment dat je de oefening zwaarder wil maken. Nou, en als laatste, dat is een wat ingewikkelder, je kan ook momentum gebruiken. Dus een explosief tempo om de training intensiever te maken. Of om de beweging intensiever te maken vanaf de start. En neem bijvoorbeeld een dumbbell zijkant schouderoefening. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja. Als ik een side lateral raise maak en ik doe dat met dumbbells, dan is die bovenaan verder weg het zwaarst. Als ik hem met een normaal tempo, een 1 seconde tempo uitvoer. Op het moment dat ik diezelfde beweging explosief maak, dan werk ik hier zo hard, probeer ik hier zo hard snelheid te genereren, dat die spier hier al heel hard aan het werk is. Terwijl die bovenaan momentum heeft en juist lichter is. Dus ik draai eigenlijk die weerstand om. Dus op het moment dat je thuis geen kabels voorhanden hebt, met kabels kan je hem onderin juist zwaar maken en bovenin lichter maken. Stel je hebt alleen maar dumbbells en geen kabels, maar wil toch het effect van een kabel hebben, dan kan je dus kijken om explosiever uit te voeren. Ook daarover geven we wat uitgebreidere tips in Facebook. Op Facebook. Nou, in de regel, als het gaat om spierconditie of spieruitputting, dan focus je op het aanspannen van de spier. Dus dat tempo dat zal een seconde rust houden bovenaan, waar die volledig is aangespannen. Als het gaat om systemische conditie, focus je juist meer op de beweging. En je wil je liever niet focussen op individuele spieren, omdat
Je wil niet falen op spierverzuring of je wil niet falen op spierschade, nee, je wil falen op systemische belasting. Dus je focust je liever op gewoon, je zet die soldaten aan het werk en je laat ze lekker afvalstoffen produceren, maar je wil ze niet te veel beschadigen of belasten op zich. Als het gaat om spiergroei, focus je op de teruggaande beweging, op de stretch. Hè. Daar doe je de meeste schade toe. Denk maar aan het elastieke spier. Als je helemaal uit elkaar rekt, hoe meer uitgerekt die is of hoe meer die uitrekt, hoe groter de kans is op schade. Als het gaat om maximale kracht, focus je ook weer op de beweging zelf. En je wil niet focussen op spieren op zich, maar je focust je echt op de kwaliteit van die beweging. Het kan zijn een explosieve heenwaartse beweging, een gecontroleerde teruggaande beweging, maar nooit volledig aanspannen, knijpen in de aangespannen positie of te lang in de gestrekte positie houden. Nou, als we kijken naar de stimulus, hoe je dat tempo kan manipuleren op het moment dat je thuis aan de gang gaat. Voor spierconditie, ja, focus op de aangespannen positie. Dus op het moment dat je een spier extra wil verzuren en die oefening is daar ook zwaar, kun je in plaats van 1 seconde ook 2 seconden of 3 seconden aanspannen. Je zal merken dat die spier daar heel hard aan het werk is en sneller verzuurt. Dus op het moment dat jouw gewicht, de gewichten die je gebruikt voor de oefening, niet toereikend zijn om de spier te verzuren, kan je dat wel laten gebeuren op het moment dat je het tempo daar meer op focust. Hetzelfde kan je doen, alleen door daar gedeeltelijke herhaling te maken. Dus half of 1/4 reps in de aangespannen positie. Dus als we even weer die dumbbell side lateral raise nemen. Ik kan allereerst focussen door 1, 2, 3 seconden bovenaan te blijven. Stel ik heb maar een 1 of een 2 kilo dumbbell, dan kan ik op deze manier toch nog zwaarder maken. Wat ik ook kan doen is quarter reps of halve reps maken. In het gedeelte waar hij het zwaarst is. En dan zal je merken dat als je het combineert met hele herhalingen, dat je dan een zwaardere oefening hebt gemaakt. Simpelweg door het tempo aan te passen. Als het gaat om systemische conditie, focus je natuurlijk op de beweging zelf, dat had ik net al gezegd. Dan de spiergroei. Kijk, op het moment dat je extra op spiergroei wil focussen en de oefening is niet toereikend, niet zwaar genoeg om dat te doen, nou, dan doe je eigenlijk precies hetzelfde als voor spierconditie, alleen dan draai je dat principe om naar de gestrekte positie. Dus 1, 2, 3, 4 seconden in de stretch. En je kan het ook als progressiemodel gebruiken voor jezelf. Dus een oefening is in eerste instantie zwaar genoeg om voor 10 herhalingen een spier tot spierpijn te trainen. Nou, en op het moment dat je die week erop 1 seconde stretch eraan toevoegt, dan heb je eigenlijk van die oefening een zware oefening gemaakt. En heb je een progressieve overload gecreëerd. En week 3 doe je 2 seconden, in week 4 doe je 3 seconden enzovoort. Hetzelfde principe, half of 1/4 reps in de gestrekte positie werkt ook. Dus bij een squat onderin, halve reps of 1/4 reps, dat laat de bilspieren net een stuk zwaarder dan als je hem volledig de kans geeft bovenaan om te herstellen. Volledig de spanning er steeds vrijwel volledig afhaalt. Dus je blijft in het gedeelte waar hij het meeste energie verbruikt. Ja, en als laatste, het explosieve tempo had ik net al uitgelegd. Je kan dus op het moment dat je vanaf de start in de gestrekte positie meer weerstand wil toevoegen, kan je hem explosief wegzetten en daarmee momentum genereren. Denk maar aan een auto die je weg wil duwen. Op het moment dat die stilstaat, en je wil hem in gang brengen, dan moet je kracht leveren om hem in gang te brengen. Maar op het moment dat hij eenmaal rijdt, dan rijdt hij automatisch. Hoe sneller je hem weg wil duwen, hoe meer kracht, hoe meer weerstand hij geeft. Dus op het moment dat jij een dumbbell omhoog sweept, dan kost dat je vanaf de start heel veel energie en heel veel weerstand, terwijl die bovenaan relatief licht is. Nou, dan hebben we rust. Rust kunnen we opdelen in hoeveel rust neem je voor de spier, voor het systeem. Dus je spier heeft herstel nodig, je systeem heeft herstel nodig en je zenuwstelsel. Nou, dan hebben we compleet herstel of we hebben incompleet herstel. Ik ga het even uitleggen aan de hand van de trainingseffecten. Als we het hebben op spierconditie, dan gebruiken we een incompleet herstel, maar dan voor de spier. En dus je wil niet dat jouw systeem of je zenuwstelsel eerder uitgeput is dan de spier. Dat incomplete herstel voor de spier. Je kan niet specifiek zeggen, oké, ik wil wel rusten voor de spier of ik wil niet rusten voor het systeem. Dat doe je eigenlijk door de juiste oefening te kiezen. Dus ik pak in dit geval een oefening die makkelijk genoeg is voor het systeem en voor het zenuwstelsel om niet genoeg uitgeput te raken. En ik ga in dit geval de korte rust inzetten om de spier volledig leeg te trainen. Systemische conditie pak ik ook incompleet herstel, maar dan nu voor het systeem. Nou, ook de oefeningsselectie maakt weer dat ik niet mijn spieren of niet mijn zenuwstelsel eerder uitput. En dan
spiergroei. Nou, in principe wil je die spier overbelasten, hè, dus incompleet herstel voor de spier in de regel. Het kan ook wel richting een compleet herstel gaan. Dus compleet herstel houdt in dat je hem dus volledig laat herstellen. En eigenlijk van set tot set volledig herstelt je maximale prestatie van set tot set behoudt. Dus niet uitputting, niet de uitputting toelaat nemen van set tot set, maar maximaal wil presteren van set tot set. Dat kan voor spiergroeien, op het moment dat je echt een zware spiergroeitraining doet, kan dat ook wel zijn, maar in de regel is het eerder incompleet herstel. Het meest incompleet herstel, dus de kortste rustpauze, zetten we in voor conditietrainingen. En gaandeweg richting spiergroei en helemaal richting maximale kracht zetten we steeds langere rustpauzes in. Voor maximale kracht in de regel juist compleet herstel. En het zenuwstelsel heeft er ook het langste rust nodig. En voor sommige powerlifters is het wel richting de 10 minuten tussen iedere set door. Om compleet te herstellen en om iedere set volledig uitgerust in te gaan. Dus kijken naar spierconditie. De methode die we gebruiken is incomplete rust. Dus van set tot set uitputting toe laten nemen. Of supersets van dezelfde spiergroep. Een andere manier om rust te verkorten is door gewoon twee oefeningen te pakken van dezelfde spiergroep. En dus die spier van oefening tot oefening te laten werken. En dan eigenlijk uiteindelijk nadat je de twee oefeningen hebt afgerond, volledig uitgeput te laten zijn. Systemische conditie gebruiken we ook incomplete rust. Maar ook wel supersets voor ongerelateerde spiergroepen. Dus we pakken bijvoorbeeld een benenoefening met een schouderoefening. Nou heeft jouw lichaam tussendoor eigenlijk geen rust om te herstellen. Dus als je eerst je benen energie laat vreten en vervolgens je schouder, dan heeft jouw systeem geen rust, maar de spieren op zich wel. Dus door supersets van twee spiergroepen die niets met elkaar te maken hebben in te zetten, gebruik je eigenlijk best wel slim superset methode om je spieren te laten herstellen, zodat de focus minder ligt op spieren, maar laat je dus je systeem wel hard werken. Voor spiergroei, in principe kunnen we daar supersets of triplesets voor gebruiken, op het moment dat je hele korte rust gebruikt. Overigens, dat moet ik vooraf vertellen, dit principe rust is toegespitst op jouw home workout. Dus er zijn methoden om rust te intensiveren en daarmee de spiergroei of de stimulus die je thuis wil doen te versterken. Dus spiergroei, in de regel zwaar trainen en straight sets voor spiergroei is thuis vaak niet mogelijk. Dus gebruiken we liever super of zelfs triple sets. Op het moment dat je een spier volledig leeg traint en hem daarna nog eens een keertje zwaar gaat belasten, dan overbelaat je eigenlijk de spier ook zwaarder dan die je aan kan. Dus het is een uitputtingsmanier om toch spiergroei te bewerkstelligen. We hebben in de app zijn we bezig met het programmeren van spiergroeitrainingen. En die zullen op dat principe geënt zijn. Dus dan kan je met elastieke lichaamsgewicht door super- en triple sets slim achter elkaar te plaatsen, toch wel best wel een flinke spiergroeiprikkel bewerkstelligen. En voor spiergroei kan je dus meer sets tot falen nemen. Dat is iets wat we. Dat meer sets tot falen komt later terug. Sorry. De set methode. We hebben verschillende manieren om sets in te zetten. Dus je hebt straight sets. Gewoon een set van achterhalingen keer 4. Dat is gewoon 4 keer achterhalingen. Niks speciaals aan. Je hebt ook cluster sets. En cluster sets is eigenlijk, je pakt één set. En stel we zouden die 4 keer achterhalingen nemen. Dan kan je ook die één cluster van 4 keer achterhalingen nemen. En dan zie je dat eigenlijk als één set. En tussendoor neem je hele korte rust. Om eventjes op adem te komen en daarna weer verder te gaan. En cluster sets, dat is een hele effectieve manier om snel uit te putten. Dan hebben we supersets. Supersets voor dezelfde spiergroep. Die trainen dus 2 keer dezelfde spiergroep. Alleen dan net vanuit een ander, in een ander mechanisme. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld een chest fly. En daarna een press. Of een leg extension en daarna een squat. Dat zijn eigenlijk 2 verschillende oefeningen die dezelfde spiergroep als overlap hebben. En op die manier heel effectief alleen die overlapte spiergroep leeg trainen. Of schadigen. We kunnen ook supersets inzetten in ongerelateerde spiergroepen, zoals net besproken. Dus je kan schouders met benen trainen om zo op die manier je systeem zwaar te belasten. Als we hebben over spierconditie, zetten we dus incomplete rust in. Incomplete rustmethode, zoals net besproken. Of supersets van dezelfde spiergroep. Voor systemische conditie zetten we supersets van de ongerelateerde spiergroepen in, om je systeem hard te laten werken. Ze hebben over spiergroei, zetten we in principe straight sets in, mocht je daar genoeg gewicht voor handen hebben. Of supersets van dezelfde spiergroep, om op die manier door middel van uitputting nog een zware spiergroeistimulus of een spierschade stimulus te bewerkstelligen. En als we het hebben over maximale kracht,
in de regel alleen maar straight sets. Het zijn hele zware sets. Ook maximale kracht is op die manier het minst goed uitvoerbaar thuis. Want daar heb je waarschijnlijk niet voldoende zware gewichten voor handen. Voor gevorderde mensen zetten we ook wel eens supersets in van dezelfde spiergroep. Maar dat zullen dan supersets zijn van 2 herhalingen keer 4 herhalingen. Nou, sets intensiteit. Je kan dus de intensiteit van je set kan je inrichten op het effect van die set. Nou, allereerst de lange sets richten zich natuurlijk meer op uitputting. En de korte sets richten zich meer op kracht. Hoe langer jouw set is, hoe vaker je dat gewicht moet volhouden. Dus hoe minder gewicht je kan verplaatsen per keer. Dus logischerwijs lange sets meer uitputting, korte sets meer kracht. Als we het hebben over spierconditie, dan zitten we meestal tussen de 6 tot 12 herhalingen. 12 herhalingen voor een beginner en 6 herhalingen voor een meer gevorderd persoon. Het idee is dat je niet te veel herhalingen doet, omdat je dan op een tragere brandstof op vet kan branden. En het liefst wil je een explosieve beweging kunnen maken, dus een redelijk intensieve beweging kunnen maken. Dat komt er eigenlijk op neer dat als je tussen de 6 en de 12 herhalingen zit, kan je zwaar genoeg trainen om de snelle brandstof te moeten gebruiken. Op het moment dat je daarboven gaat zitten, dan zou je lichaam eerder kiezen voor vet. En het hele voordeel van de snelle brandstof suiker is dat je juist die suikerverbrandingsmotor wil stimuleren om harder te gaan werken. En dat is wat spierconditie is. Als we het hebben over systemische conditie, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Je zet eigenlijk die spieren, die soldaten in hun suikerverbranding, om uiteindelijk je systemische conditie te belasten. Dus je wil een gedeelte in de spierconditie dippen, maar je wil hem niet volledig leeg trainen. Uiteindelijk is het stimuleren van de lever, komt eigenlijk neer op de afvalstof of de metabolieten die worden geproduceerd uit het verbruik, of uit het maximale verbruik van suiker, voor de kennis dat melkzuur, lactaat, en dat wordt dan uiteindelijk door de lever afgebroken en weer omgezet tot glucose. Dus het suiker verbranden is voor beide conditietrainingen best wel belangrijk. Als we het hebben over spiergroei, voor beginner 8 tot 12 herhalingen. Voor een meer gevorderde persoon kan je zelfs richting de 3, 4 tot 12 herhalingen gaan. Dan zit je echt meer in een krachtgebaseerde spiergroeitraining. Maar dan moet je wel in staat zijn om dat te doen. Dus dan moet je sterk genoeg zijn om zwaar gewicht te gebruiken om je spier helemaal tot het einde te trainen. Nou, als beginner ben je daar toen niet in staat. Maximale kracht, precies hetzelfde. Ja, 1 tot 10 herhalingen. Hoe meer beginner je bent, hoe meer je aan de hoge kant van het spectrum zit. En voor een gevorderde persoon tussen de 1 en de 4 herhalingen. Dan hebben we de intensiteit, de rate of perceived exertion per set. De rate of perceived exertion is eigenlijk, dat is een mate van intensiteit die je levert per set, die we uitdrukken in een range van 1 tot 10. Nou, in principe bouwt de intensiteit zich op na de laatste set toe. Dus jij wil dat je laatste set eigenlijk pieken. Dat moet je zwaarste set zijn. Je piekt niet in je eerste set, want dan zouden de latere sets eigenlijk nergens op slaan. Hoe meer sets je tot falen neemt, of hoe hogere intensiteit eigenlijk per set je per set neemt, of vaker, sorry. Ik leg eerst even uit wat RPA betekent. RPA is schaal 1 tot 10. 10 is volledig falen. Dus hoe meer sets jij tot 10 neemt, hoe meer sets je tot volledig falen neemt, hoe meer kans er op spierschade loopt. Hè. Dus hoe meer je spier uiteindelijk gewoon volledig leeg traint. En op het moment dat je hem dan in die uitputting nog een keer belast, ja, dan zal die het eerder opgeven en eerder beschadigen. Dus hoe meer sets tot falen, hoe meer schade. En falen draagt ook bij aan de uitputting van die generaal, van het zenuwstelsel. Dus neemt af van jouw vermogen om kracht en om uitvoering goed te houden. Dus hoe meer sets je tot falen in het begin neemt, hoe sneller jouw kracht zal afnemen. Dus als we het even vertalen naar die trainingseffecten. Dus kijk je naar spierconditie, dan neem je alleen de laatste set tot falen. Want je wil spierschade minimaliseren. Dus systemische conditie, je hebt ook alleen de laatste set tot falen, want ook daar wil je schade minimaliseren. Spiergroei, juist meer sets tot falen. In eerste instantie neem je maar 1 set tot falen, als dat genoeg is om te stimuleren. En gaandeweg neem je steeds meer sets tot falen. Dus een hele ideale manier om progressive overload toe te passen is gewoon gaandeweg meer sets tot falen programmeren. Bij maximale kracht nemen we ook alleen de laatste set tot falen, want dat is waar je wil pieken. En alle voorlaatste sets, omdat sets tot falen dus bijdragen aan uitputting van het zenuwstelsel, draagt het ook bij aan of doet dat af aan jouw vermogen om te kunnen pieken. Dus falen heeft eigenlijk vrij weinig toegevoegde waarde voor maximale kracht. Goed, dan heb ik hier 3 voorbeelden uitgewerkt op basis van deze variabelen.
het zijn aftreksels van wat je in de app vindt. In principe staan er nu in de app alleen spierconditie en systemische conditietrainingen. Jaap en ik zijn deze week bezig met het maken van spiergroeitrainingen. Daar hebben we ook heel veel video's voor opgenomen. Alleen spierconditie. Nou, ik heb even een paar systemen of een paar methodes door elkaar heen gebruikt. Allereerst incomplete rust. Voor triceps nemen we een band press down. Dat is een oefening die zich focust op het aanspannen. 8 sets van 8 herhalingen. Eigenlijk is het een cluster van 8 sets. Dus eigenlijk is het 1 set van 8 keer 8, 64 herhalingen. Waarbij je maar 30 seconden rust tussendoor neemt. Die 30 seconden is niet voldoende tijd om jouw spier volledig te laten herstellen. Dus set 1 traint jouw spier voor 20% leeg. En je geeft hem maar 10% tijd of 10% herstel. En vervolgens train je hem weer 20% leeg. En dan komt hij dus uit op, moet ik rekenen, 80. En dan geef je hem, nou goed, enzovoorts. Dus uiteindelijk train je hem stap voor stap een beetje leeg. En geef je die, gebruik je eigenlijk de korte rust om hem volledig leeg te trekken. Dat is niet zozeer per se heel veel kracht. Natuurlijk moet die set zwaar genoeg zijn om met die 8x8 volledig te verzuren. Maar je gebruikt dus uiteindelijk de korte rust om daadwerkelijk het effect te bewerkstelligen. Nou, dat heb ik meerdere oefeningen toegepast. Hij ziet voor triceps, voor kuiten en voor schouders. Voor borst, en dat is eigenlijk meer voor de meer gevorderde krachtsporter, die eigenlijk aan die lichaamsgewicht oefeningen niet voldoende heeft. Dus bijvoorbeeld een push-up of een split squat die niet zwaar genoeg is. Die kan je ook in een superset combinatie pakken. Dus dan pak je eerst een oefening die zich extreem focust op het volledig aanspannen van die spier. En daarna pak je de oefening, in dit geval bijvoorbeeld de push-up, die voor jou normaal niet zwaar genoeg zou zijn. Die is nu in één keer wel heel zwaar, omdat je die spier, de borstspier in dit geval, vooraf al heel veel uitputting hebt laten doen. Dus ik heb hier een band bij de hand. En stel ik doe bijvoorbeeld, even kijken, een extreem zware band fly en ik knijp hem helemaal naar die volledig verkorte positie, daar waar die spier heel zwak is en heel veel energie verbruikt, dan ben ik in staat om hem vooraf om een heel groot percentage uit te putten. En als ik daarna gelijk mijn push-up doe, dan is die push-up op zich veel effectiever. Hetzelfde kan je natuurlijk voor heel veel andere spieren doen. Ik heb hem ook voor de leg extension, waarbij je eerst voor de quads, waarbij je eerst een leg extension toepast voor en daarna een split squat. Je kan het voor lats doen, waarbij je een dubbele band gebruikt. En een volledig aanspant in de korte positie en daarna gewoon je lat pulldown of je pull-up doet. Zo heb je heel veel opties. Nou, systemische conditie. Daarbij is gewoon simpel heel veel spiergroepen combineren in een triple, in 3 oefeningen bij elkaar of in een superset. A1, A2, A3 is 1. Dus een ronde van 3 oefeningen. Een rugoefening, borstoefening, een hamstringoefening. Nou, het gaat hierbij niet zozeer om spieren individueel trainen. Dus een plank row in dit geval is ideaal om in te zetten. Hè. Dus het gaat gewoon vooral om hoeveel spieren kan jij in een hele korte tijd gelijk aan het werk zetten. Vrij simpel principe. Rep range tussen de 10 en de 12 herhalingen. En rust zetten we in om een training intensiever te maken. Dus in dit geval 30 seconden rust bij aanvang. En op het moment dat jij de training te makkelijk wordt, dan snoep je er 15 seconden rust vanaf. Je kan er ook nog een oefening extra tussen plaatsen op het moment dat die daarna nog een keer te makkelijk wordt. Dus kan je een eind doorgaan. Voor de tweede oefening, tweede ronde, hebben we lats en quads schouders. Split squat met een medial delta raise, superset met een band pulldown. Dat is laatste spiergroei. Nou, principe, dit is een vrij ingewikkeld principe, te complex om even zo helemaal op in te gaan. Maar veel supersets en triple sets, waarbij we specifiek focussen op deeltes in de bewegingsrange waar de oefening heel veel doet. Dus we maken heel erg gebruik van de type oefeningen die je thuis kan doen en gaan dat benutten eigenlijk tot het maximum. Uiteindelijk, dit soort trainingen, dit soort spiergroeitrainingen vragen gewoon wat meer voorkennis om echt helemaal uit te diepen. Daar wil ik nog een webinar over geven, mocht hier animo voor zijn. Uiteindelijk is alle training individueel. Hè? Dus hoe je een training is, hoe wij als coaches een training programmeren, dat hangt af van jou als persoon. Allereerst van jouw gezondheid, je slaap, je stressmanagement. En wat kan jij op dat moment hebben? Welke training werkt op dat moment ideaal? Wat is jouw herstelvermogen? En onze personal coaching kijkt ook naar dat soort dingen. En dat is ook iets. We maken in principe een gestandardiseerd trainingsmodel voor in de app. En dan kan je een beetje proeven
van wat het werken met verschillende stimuli eigenlijk met jouw lichaam doet. Die programmeringen die zijn op zich goed, hè, want ze zijn veilig. Ze kiezen steeds een effect wat tegenovergesteld, hè, wat genoeg afwisselt van de voorgaande stimulus om in ieder geval niet het lichaam te overbelasten en om relatief optimaal resultaat te kunnen geven. En ze bereiden zich steeds voor op de volgende fase. Maar op het moment dat je met personal coaching werkt, dan kunnen we die dingen veel specifieker inrichten. Dus al die trainingsvariabelen waar ik het net over had, die komen uiteindelijk neer op wat werkt voor jou als persoon. Moet je 6 herhalingen doen? Moet je 10 herhalingen doen? Hoe lang moet je zo'n fase doen? Hoe goed kan je herstellen? En wat is eigenlijk aan het einde van zo'n fase? Wanneer moet je hem stoppen? En welke fase kies je als vervolgfase? Dat zijn dingen die zijn zo complex, die kan je niet in een gestandardiseerd model programmeren. Nou, dit was de eerste, een soort inleiding op het algemene trainingsprincipe dat wij als coaches hanteren bij Vital Gym. Ik kan me voorstellen dat het complex was. Ik vond het zelf erg lastig om een behapbaar verhaal te maken voor zo'n breed publiek. Ook al helemaal omdat ik niet echt interactie heb met het publiek. Dus het voor mij even wennen. Het is heel veel zenden natuurlijk. En ik kan beter een verhaal vertellen op het moment dat ik direct feedback heb vanuit het publiek. Maar goed, dit was een algemeen verhaal wat op zich als inleiding dient op alle andere dingen die we gaan doen. Dus het was een soort noodzakelijke basisinleiding. En we gaan daar op basis daarvan gaan we meer praktijkgerichte seminars geven, of webinars geven. Over voeding, over stressmanagement, over slaap. Nog meer over training. Dus hoe maak je nou specifiek een spiergroeitraining of specifiek een spierconditietraining. Dus er komen er nog wel meer aan. En die zijn wat meer praktijkgericht. We bieden natuurlijk personal coaching aan. En de Vital Home App. Die Vital Home App die van de volgende week is die compleet beschikbaar met alle vormen van training. Dus je kan aangeven welk doel je hebt. En dan komt daar een programmering voor jou in de app. En personal coaching gaat natuurlijk ook gewoon door vanuit Eva en mij vanaf €75 per maand. Dan ben ik heel benieuwd of daar vragen zijn. Even kijken. Zijn er vragen? Zijn er dingen die verdieping nodig hebben? Of dingen die makkelijker uitleg nodig hebben voor een vervolgpresentatie? Even kijken. Dankjewel, Marco. Jaap, heb jij nog wat te melden? Super, Diana. Kijk, in principe, deze presentatie was wat moeilijk, denk ik, moeilijk te behappen. Maar fracties daarvan komen steeds terug op de Facebookpagina. Dus individuele video's over hoe je training thuis effectief inzet. Dus dan zijn wat meer praktische tips. Inderdaad, wat Jaap zegt, cardio ben ik vergeten te benoemen, maar in principe cardio is niks anders dan systemische conditietraining. Dus of je nou krachttraining of cardio inzet, wat mij betreft is krachttraining de manier om systemische conditie te trainen. Voor krachttraining is natuurlijk makkelijk te doseren. Je kan al je spieren inzetten van je hele lichaam. En je kan het ook nog eens een keertje maximaal inzetten. Want je kan je rugspieren zo zwaar trainen als dat ze sterk zijn. Je borstspieren, je beenspieren. En terwijl men je cardio oefeningen als bijvoorbeeld wandelen, rennen, fietsen, weet ik het gebruikt. Dan train je alleen je beenspieren tot een maximale vermogen. En waarbij je heel veel andere spieren laat liggen. En cardio is daarnaast ook, of krachttraining is daarnaast ook heel makkelijk progressief in te zetten, omdat je gewoon simpelweg steeds zwaarder kan, of je kan steeds kortere rust nemen, of je kan heel makkelijk individualiseren als het gaat om krachttraining. Cardio zetten we wel in op het moment dat er eigenlijk niks meer achter de hand hebben in vetverliesfase, of om jouw cardiovasculaire conditie naar een hoger niveau te tillen, maar niet per se als primaire training om vetverlies of anderszins te promoten. Dankjewel Camille en Frankie D.